Ook dit jaar is het weer mogelijk geweest om een eigen scharrelden van het Nationale Park de Hoge Veluwe in huis te hebben. Op een open plek in het park konden bezoekers per gekocht entreebewijs gratis een boom uitzoeken, omzagen en meenemen. Uit het hele land zijn er bezoekers gekomen voor een echte Veluwse den. Ik zag op Facebook een oproep voorbij komen van ikhouvanarnhem.nl, waarin stond dat je op de Hoge Veluwe kerstbomen kon zagen. Het is vooral leuk en ook voor de kinderen om te kijken waar de bomen vandaan komen. Dat ze zien ja, waar ze gestaan hebben. En je helpt een beetje de Hoge Veluwe met het kaalmaken van de hei. Dus een klein beetje ecologisch, maar niet per definitie, nee. Wat hebben jullie hier gedaan? Een kerstboom omzagen. Ik zie er wel een paar, geloof ik. Moeten jullie zoveel kerstbomen hebben? We hebben 3. Waarom heb je er 3? Eentje voor papa's werk en eentje voor Noah, ik en Benjamin. En eentje voor papa en mama. En kon u nog uitzoeken welke u wilde hebben? Ja, er staan er genoeg. Je moet wel even zoeken naar een mooie. Maar er staan er meer dan genoeg. Ja, je kunt het zo zien. Prima kerstbomen. Hoe is deze actie tot stand gekomen? 8 jaar geleden, toen was ik nog de aanspreekpersoon tussen de vrijwilligersorganisatie, de dennenscheerders, en het Nationaal Park. En toen werden natuurlijk ook al die dennen omgezaagd, maar vaak op de brandstapel gegooid of op een hoop dat ze langzaam wegrotten. En toen dacht ik van, dat is eigenlijk hartstikke zonde. Hè, dat is veel leuker om zo'n boom dan te gebruiken als kerstboom. Ik had hem zelf al jaren. Dus ik wist hoe mooi of dat hij was in de kamer. En zo is het idee eigenlijk geboren. En omdat deze bomen dus op een vlakte staan waar wij graag die open ruimte willen bewaren, in verband met zeldzame planten en zeldzame dieren, slaan we op deze manier 2 vliegen in 1 klap. De mensen hebben een hele mooie kerstboom, een echte scharrelden van de Hoge Veluwe. En ze helpen de beheerder nog een beetje. Kijk eens wat een hele mooie boom ik heb. Een beetje klein, hè? Hij komt buiten te staan, onder de veranda. Vrijwilligers van de Vrienden van de Hoge Veluwe gaven de bezoekers aanwijzingen over het zagen en stelden zagen ter beschikking. Is het druk vandaag? Heel druk. Heel druk. En wat mogen de mensen hier doen? Wat voor aanwijzingen geeft u? Nou ja, tot zover ze mogen lopen en hoe ver ze mogen zagen. En de rest mogen ze zelf bepalen wat ze willen. De belangstelling is vandaag weer heel erg groot. Vorig jaar kon ik zeggen dat we bijna 2000 bomen hebben laten wegzagen door mensen. Ik verwacht, omdat dit is de eerste dag, dus er zijn nog 3 dagen te gaan, maar dat we er dit jaar ver overheen gaan. Waar komen de mensen allemaal vandaan? Van heinde en verre. Soms hier uit de regio, maar ik heb ook mensen gesproken die kwamen uit Amsterdam, Rotterdam. Vanochtend vroeg zelfs iemand uit Duitsland. Dus het komt uit alle hoeken van Nederland. Hoe ga je hem op versieren? Door allemaal kerstballen erin te doen en de kersthouder te pakken. En we hebben...